Jan, met wat voor gevoel sta je nu? Op zich tevreden. Ja, PR is altijd goed natuurlijk. En, ik had wel graag wat harder gewild. En, in het begin mis ik toch denk ik nog even het vertrouwen op deze afstand om hem van begin af aan gewoon erin te klappen. En, dat doe ik nu eigenlijk pas na 12 rondjes ga ik een beetje versnellen. Maar ik denk dat je dat gewoon wel op deze manier moet doen. Weet je, steeds harder. En op een gegeven moment, als je ook richting de 12.50 kan, dan weet je gewoon dat je misschien iets eerder aan kan gaan. Dus voor nu gewoon tevreden. Was het wel het plan om harder te beginnen of lukte dat gewoon niet nu? Ja, het plan was gewoon onder de 13 rijden en dat is gebeurd. Alleen, kijk, Bob die gaat nog gewoon van de eerste ronde eigenlijk gaat hij hem aan. En ik probeer eigenlijk eerst even mijn slag te vinden en hem dan af te bouwen. Ja, dat vertrouwen moet gewoon groeien deze afstand, denk ik. Hoe vaak je maar rijdt, hoe meer je weer leert. En, goed, dit is mijn snelste race ooit, dus daar moet je gewoon tevreden mee zijn. Ja, liet je daar nog een klein beetje door gek maken door de jong? Nee, nou ja, goed. Ik zag wel dat hij wel snel wegliep, maar zeker op een 10 moet je niet achter iemand aan proberen te rijden. Want je moet eerst, ik denk dat je altijd gewoon je eigen race moet rijden en zeker dat ik dan op mijn best ben. Maar uiteindelijk wil ik wel ook op deze afstand gewoon van het begin af aan gaan strijden, ja. En nu? Nog spannende dagen voor je? Nou, morgen verrust en dan 1500 en dat is zeker wel spannend, ja. Daar ga ik ook daar ga ik wel vanaf de meter van volle bak erin en kijken wat eruit komt. Via die matrix, is er dan nog een hoop rekenwerk voor jou? Nee, ik ga gewoon heen op de 4e, 5e en daar hoef ik voor de rest geen zorgen te maken over de matrix.